Grapperhaus die werkt aan een alternatief voor het landelijk vuurwerkverbod. Ja, want over een landelijk verbod, daar worden de regeringspartijen het maar niet over eens. En daarom komt minister Grapperhaus nu met een alternatief plan om knalvuurwerk te kunnen verbieden. Dat kunnen gemeenten namelijk zelf gaan bepalen. Willen ze wel of geen vuurwerk in hun gemeente? Daar gaat het eigenlijk om. Want op dit moment kunnen gemeenten al wel vuurwerkvrije zones aanwijzen. Alleen een algeheel verbod in een gemeente, dat is er dus nog niet. En op deze manier kan er eigenlijk een oplossing op maat bedacht gaan worden. Want op dit moment is het zo dat de problematiek in de Randstad heel anders is dan die bijvoorbeeld in de kleinere dorpen in de omgeving. Of de regeling er ook komt, dat is nog niet bekend, want minister Grapperhaus onderzoekt de mogelijkheden nu. Ja, Ben, vind je dat